Bomen die zijn in staat om CO2 op te nemen. En de CO2 gaat via het assimilatieproces, wordt het omgezet in C-atomen, al waar het hout van gemaakt wordt, en in zuurstof, al waarvan wij ademen. En hoe groter nou het oppervlakte is van de bladeren en hoe sneller de boom groeit, hoe meer assimilatie er natuurlijk is. De Populus lasiocarpa, een boom met ontzettende grote bladeren en een harde groeier, heeft in verhouding tot een berk een 2 tot 3 keer zo groot bladoppervlak. Dus hoe meer bladoppervlak, hoe sneller de groei, hoe meer activiteit en uiteindelijk hoe meer CO2-binding. Misschien op het noordelijk halfrond wel de boom die het meest bijdraagt aan duurzaam denken, maar vooral duurzaam doen.